Ik geloof niet dat jullie deze video sneller een like kunnen geven dan dat ik uit het water spring. En de like challenge begint nu. Nee. De ladder naar boven. Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag moeten wij proberen te ontsnappen uit een stad die volledig is bedolfd onder het water. De oorzaak is reeds onduidelijk, maar wat we wel weten is dat wij het water niet mogen aanraken, want een groot gedeelte van het water is geïnfecteerd. Met andere woorden, we moeten uitermate voorzichtig zijn en dit ziet er een soort van onveilig uit. We moeten over de elektriciteitskabels heen lopen, iets wat natuurlijk alleen in een videospelletje kan, om zo verder te komen. Stel je nou eens voor, er zou een middeltje zijn om dit geïnfecteerde water te veranderen in een ander soort vloeistof. Misschien wel iets wat je kan drinken. Wat zou jij dan kiezen? Zou het een oceaan moeten zijn van cola light? Zou het een oceaan moeten zijn van choco mel? Laat het weten in de comments, ik ben heel erg benieuwd. Oké, tot nu toe... Wow! Nee! Come on! Ik had serieus niet door dat we het water aanraakten. Tenminste, ik had het door, maar toen gingen we af. Dus ja, ik had het een beetje laat door, laat ik het zo zeggen. Oké, we moeten hier dus naar beneden. En dan komen we hier en dan zijn we weer bij de vrachtwagen. Leuk dat je erbij bent. Alright, nee, in ieder geval, dus alles is overlopen met gedeeltelijk geïnfecteerd water. En ik durf eerlijk gezegd niet te zeggen wat ons doel is. Misschien dat we een soort van tegengif moeten vinden. Een manier om dit allemaal te verhelpen. Wat een prachtige plant! Gelukkig is die niet overlopen met water. Ik bedoel, planten houden van water. Maar je kunt ze ook te veel water geven. En dat is belangrijk om te onthouden. Oké, hier kunnen we niet naar beneden. Dus ik denk dat we deze kant op moeten. Ik moet zeggen, we hebben wel heel veel geluk. Dat we in ieder geval elke keer iets hebben waar we overheen kunnen lopen. Of het nou een boom is, een elektriciteitsmast of een brandweerauto. Ja, ik denk eerlijk gezegd niet dat een brandweerauto nodig is wanneer er zoveel water aanwezig is. Of nou ja, ik weet het, de brandweer doet natuurlijk ook andere dingen dan met water blussen. Veel meer andere dingen uiteraard. Dus dat is waarschijnlijk de reden waarom de brandweer onderweg was. Maar helaas, ook door het water is gevallen. Oké, ik denk dat we hier omhoog moeten. Ik weet het niet zeker. Wow! Oké, kijk, dit is nice. Ik heb namelijk het idee dat het de bedoeling is dat we een zo'n hoog mogelijke plek zoeken. Zodat wij in ieder geval niet te dicht meer bij het water in de buurt komen. En nu hebben we gelijk een beetje een overzicht van wat we tot nu toe allemaal al hebben gezien en ontweken. Want ja, water is pretty much overal. Maar tot nu toe gaat het goed. We springen naar beneden en we gaan via deze prachtige trap omhoog. Om te kijken wat er allemaal nog op ons staat te wachten. Normaal gesproken is het de vloer is lava waarbij je de... Seriously. Waarbij je de lava niet mag aanraken. Maar nu is de vloer dus van water. En is het water dan ook hetgeen wat wij moeten proberen te vermijden? Alright, tot nu toe... Nee! Waarom val ik elke keer bij hetzelfde stuk naar beneden? Ik lijk wel een Pokémon die verkeerde instructies krijgt. Oké, come on. Yes. Please. Ja, oké, we made it. Oh nee. Ik voel me een acrobaat. Alleen dan één die waarschijnlijk valt. En niet balanceert. Soort van. Oké, 3, 2, 1. Yes. Of tenminste, oh. De helikopter is neergestort. Helaas, zeg maar, ik dacht eerlijk gezegd dat de helikopter ons een soort van zou bevrijden van al het geïnfecteerde water en dergelijke. Maar dat is dus schijnbaar niet het geval. Maar wij gaan verder. We zullen net zo lang doorgaan totdat wij het water... totdat wij ontsnapt zijn aan het water. En als we dan weer gaan douchen, hebben we er alsnog weer mee te maken. Nee, dat is natuurlijk ander soort water. Dit is obbywater. En obbywater staat er onbekend dat je het niet mag aanraken. Zeg maar de normaalste dingen die je normaal gesproken wel gewoon mag aanraken.
Die zijn in obby's totaal niet bedoeld om aan te raken. Oeh, dat zag er lastig uit. Het zag er niet alleen lastig uit, het was ook lastig, kan ik jullie vertellen. Oké, er is hier een gigantische soort van truck. Dat ziet er fantastisch uit. Alleen wel jammer dat hij helemaal bedolfd is onder het water. Kijk, zeg maar, I don't know, maar het is fijn als we een hoog gedeelte in de map bereiken. Dan weet je namelijk dat je alweer een stukje, nou ja, veiliger. Dat is natuurlijk ook niet helemaal waar, want zojuist waren we op een superhoog gedeelte. Sterker nog, we zaten in een helikopter. Maar ook dat was niet voldoende om niet mee af te gaan, laat ik maar zeggen. Dus het helpt niet altijd, zeg maar, om een hoog gedeelte te zoeken. Maar ik denk wel dat het je beste kans is op het overleven in een obby als deze. Maar wat is nou het uiteindelijke doel? Ik bedoel, ja, ik snap dat we het water moeten vermijden. En ja, ik snap dat we er niet in mogen vallen. En ja, ik weet dat Nutella lekker is. En ja, wat ik eigenlijk min of meer wil zeggen is dat ik snap het, alright. Maar wat is zeg maar het volgende wat we moeten? Moeten we hier naar beneden? Ik denk het. Het antwoord is ja. Oh! We zitten in een ondergrondse tunnel. Maar waar gaat de ondergrondse tunnel heen? Waar gaat de tunnel heen? Waar gaat de tunnel naartoe? Dat is een hele goede vraag. Nou, ik zie dat wij ergens zijn uitgekomen in ieder geval. Het lijkt op een soort van boot of een winkel of iets in die trant. En we kunnen hier dan ook gelijk weer naar boven. Zodat we hier niet al te lang moeten blijven. Oké, ik moet zeggen, het blijft spannend. Wow! Is dat een boomhut of een vogelhuisje? I know, het zijn twee totaal verschillende dingen. Of nou, eigenlijk niet. Alleen het vogelhuisje is bedoeld voor vogels en de boomhut is bedoeld voor aliens. Mensen, geen aliens. Ik ben een alien. Mens, ik ben een mens. Oké, wat nu? Oh, ik denk dat we het hebben gehaald. No way. Ik denk seriously dat wij het hebben gehaald. Dat wij hebben gewonnen van het water. Tenminste, het kan nog alle kanten op natuurlijk. Hè. We moeten niet te snel zijn met oordelen. Voor hetzelfde geld was dit alleen nog maar een inleiding. En wordt het nu pas lastig. Maar ik denk eerlijk gezegd dat we het een soort van hebben gehaald. Ja! We hebben de mogelijkheid om te vliegen. Wat een soort van niet echt werkt. We hebben de mogelijkheid om onszelf te teleporteren. Wat ik nog nooit eerder in Roblox heb gezien. En we hebben de mogelijkheid om hoger te springen. Alright! We did it! Yes! Oké, wij zijn aangekomen in een toren waar het schijnbaar super lastig is om van te ontsnappen. Of tenminste, het is niet zozeer de bedoeling dat we van de toren ontsnappen, maar het is de bedoeling dat we de obby halen die deze toren met zich meedraagt. En dat is serieus lastig. Tenminste, als ik de mensen moet geloven die dit eerder al eens een keer hebben gespeeld. Er staat momenteel... Oké, dat is heel erg jammer. Er staat momenteel iemand bovenaan. Die staat namelijk op 54/55 meter hoogte. Dat is best wel hoog. En het is dus de bedoeling dat wij proberen hoger te komen dan dat. Ik ben eerlijk gezegd niet zo goed waar we de hoogte kunnen zien die we tot dusver hebben bereikt. Het zou ergens zichtbaar moeten zijn. Oké, dit is inderdaad wel lastig. Zijn dit nachos? Kan iemand mij vertellen of dit nachos zijn? Ik bedoel, hey, nachos zijn awesome. Ik denk, oké, we zijn bij level 1 staat er, dus schijnbaar zijn er ook nog eens meerdere levels. Dus als je dacht dat dit alles was, nee is het antwoord. En let's go. Alright, oké. Oh, de moeilijkheidsgraad staat nu op moeilijk. Dus dat betekent dat dus eigenlijk alles wat we net speelden een soort van easy was. En nu wordt het lastig. En ik moet zeggen dat ik het in het begin eigenlijk best wel lastig vond. En nu is het weer makkelijk. Kan iemand mij uitleggen waar dat vandaan komt? Waarom is het de ene keer moeilijk en de andere keer makkelijk? Does that make any sense? Wow, dit is oké. Oké. Rustig aan! Geef me even de tijd om na te... Oh, wow. Om na te denken. Oké. Wij zijn een soort van degene die op dit moment het hoogst... Oké. Voorzichtig, dat mogen we dus niet aanraken. Wij staan het hoogst van iedereen op dit moment. Dat is een soort van voordeel. Nog steeds weet ik eerlijk gezegd... Wat is dat? Kan iemand mij vertellen wat dat te betekenen had? Like, dat was... Oh, er zijn chests. Oh, dat is awesome. Maar wat zit er in die chest? Een legendary chest voor 50 Robux. Oh, wat... Wat zit erin? Eigenlijk hadden we eerst een goedkope chest moeten proberen. Maakt niet uit. Een legendary chest. Er zit vast wat. Oh, we hebben punten gekregen. We hebben experience gekregen. En we hebben iets gekregen waarmee we hoger kunnen springen. Oh, we hebben allemaal power-ups gekregen. Wow. Oké, that's pretty cool. We kunnen dus nu sneller rennen. Hoger, oké, dit is echt heel erg chill. Oké, ik moet zeggen, misschien dat deze chest het wel een soort van waard was.
Ik bedoel, ik ben niet per se... Kunnen we nu double jumps maken? Oh, we kunnen... No way. Oké, dat is echt heel erg chill. Dat is seriously heel erg fijn. Oké, misschien, we zijn nu in ieder geval al zeg maar degene die bovenaan staat. Maar die double jumps kunnen maken, dat is wel een heel groot voordeel. Of het eerlijk is, dat betwijfel ik zeg maar ten opzichte van de andere spelers die zonder enige power-ups moeten proberen te spelen. Maar hey, it works, you know. So that's pretty amazing. Dan worden we nu die kant op geteleporteerd. Nice. Alleen wat ik dus niet weet, is zojuist gingen wij ergens af. Maar ik snap nu nog steeds niet zeg maar door wat. Ja, dat was hier. Zeg maar hier, oh nee. Oh nee, we zijn weer op dezelfde plek afgegaan. Oké, ik begin het wel te snappen. Dus dat is een soort van voordeel. Het is lastig. Deze toren is moeilijk om doorheen te komen. Maar als je het eenmaal een soort van door hebt, dan is het best wel te doen. Vooral door middel van allemaal verschillende soorten power-ups die wij op dit moment met ons meedragen, is het een stuk gemakkelijker. Oké, we hebben de power-ups nog eventjes, dus als we op deze manier kunnen doorgaan, is dat mooi. Hopsakee, yes, oké, there we go. Oh, ik vind het spannend. Ik wil zeg maar kijken wat er gebeurt als we het halen. En dat is zeg maar dus ook wat wij zullen proberen te doen. Oké, hier zijn we nog niet eerder geweest. Dit is nice. Dit is zo nice. Nee! Why? Nee! Dames en heren, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Als jullie nou een deel 2 willen... van deze soort van game, dan kan dat. Wat is er eigenlijk allemaal te krijgen? VIP boosts? Maar hoe zit dat met die crates dan? Want dat was pretty amazing. Zeg maar, dit zijn de crates. Je hebt een goedkope crate, je hebt een iets duurdere crate en dan heb je de duurste crate. Er zijn er dus eigenlijk 3. Eigenlijk hadden we die goedkope ook moeten proberen, denken jullie niet? Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken en ik zeg adios.